Hallo kijkers van Shine Sprites, ook mijn gloednieuwe aflevering van Metabots, Metabee version versus de Rakusho version. De vorige aflevering heeft Jordi eindelijk Samantha verslagen en gaat nu een beetje grinden, denk ik. Ik doe de rest van de afleveringen helemaal niks meer, ik ga alleen maar grinden. Ja. Achterstand be damned. Ja, precies. Ik moet achter zo'n vrouwke aanrennen. Doe je wel vaker of niet, Milan? Nou, was me zo'n feest. Oh, ze loopt achter jou aan. Oké, okay, kan ook. Nee, dat ook niet. Oh. Helaas. Ja, je hebt het of je hebt het niet, hè? Dat klopt. En ik heb het ook niet, dus in dat opzicht maakt het niet uit. Ik ben verkleed als een meisje nu. En de reden daarvoor is? Ja, dat is toch even de vraag. Ah, oké. Oeh, ik heb een hoofd gekregen. Wat doet dat hoofd? Dat is de vraag. Details. Break doubles your success rate. Raises an ally's chance of hit. Ik moet tegen iemand met een antenne op zijn hoofd. Ja. Rubber gang. Ik hou toch maar op het hoofd wat ik nu heb, terwijl ik echt een beter hoofd krijg. Want het hoofd wat ik net heb gekregen heb ik niet zo heel veel aan. Dat is letterlijk van, verhoog de kans dat je iets kan breken. Nee, dat is het ook niet. Nee. Het is misschien een beetje overdreven, maar ik denk dan dat ik gewoon probeer alle parts maar te gaan verzamelen in de random battles. Ja. Yeah. Maar dat ene hoofd van die andere die ik bedoel, die is wel, die vind ik wel goed in ieder geval. Mm-hmm. Ja, ik zal kijken of ik hem kan vinden. Het is sowieso even voor mij kijken van oké, wat is wijsheid? Mm-hmm. Want ja, de HP van Rakusho gaat niet omhoog met de medaille levels. Het is waarschijnlijk echt alleen de damage. Oké. Nee, de HP gaat sowieso nooit omhoog. Nee, dat is echt afhankelijk van je motherboard parts. Mm-hmm. Oeh, deze gast heeft ook zo'n goede hoofd. Zo'n goed hoofd. Werkt niet echt niet. Ja, nou, dat is gewoon voornamelijk maar voor mij maar dingen verzamelen. Dan is er maar geen progress, maar ik heb liever zometeen geen progress dan dat ik zometeen weer vast kom te zitten met iedere ronde. Ja, precies. Ah, ik mis, wat kutzooi. Zo zonde vind ik dan. Natuurlijk. Letterlijk, het wapen wat ik wil gebruiken werkt weer niet. Zet. Ah, ik ben net sneller. Mooi. Zo, ook weer klaar. Mag ik hier het hoofd van hebben? Is dat... Ik denk dat ik nou dood ben. Oh. Oké, medabots. Ja, ik kan daar niks mee. Ja, ik... Ik leef op 2 AP's. Jij vroeg voor die buffs, hè? Ja. Yeah. Ja, dus als ik letterlijk alles... niet laat matchen, dan krijg ik die buff ook niet. Oké. Dus een gematchte metabot is best wel essentieel, zeg maar. Ja. Oké, ik ga 1 keer proberen met een andere kop. Kijken wat... Okay. Is dat met die press kop?
Nee, hij is een beetje een vergelijkbare kop als diegene van Spike. Dat, okay. dat die sniper rifle daarmee kan schieten. Oh, ja, ja. Ja, maar ik ben nu wel meteen een stuk trager. Wow. Ik heb een ander hoofd, dus ik ben trager. Yeah. Ik weet niet hoe dat werkt, maar oké. Nee, ik weet het ook niet. Maar ja, kan ik iets kapot hiermee maken of niet? Nee. Dus nee, die rifle is sowieso niet zo goed, hè? Die nee. Blijft, want die kan ik ook met één arm, maar die gebruik ik bijna nooit, omdat die dus niet zo goed is. Nee. Ja, ik wissel dan zometeen weer terug naar Rokusho's hoofd. Want ja, dat is waarschijnlijk gewoon beter. En dan krijg je ook waarschijnlijk de betere buff. Ja. Ja, dan maar twee attacks en maar later hopen op een... Gewoon een tweede metabot. Ja, precies. Of echt een betere. Want ja, ik wil van hoofd en ik verlies meteen gewoon een random battle. Ja. Dus dan weet ik hoe het... gaat. Oké. Okay. Dit heb ik ook nu meegekregen. Als jij een part verliest, yeah. die jouw metabot draagt en je hebt geen vervangende part, dan heb je ook gewoon game over. Klopt. Dus dat gebeurde nu net bij mij. Van, nee, je bent je zwaard kwijt. Je hebt geen metabot meer. Oké, okay, helemaal goed. Heel sad. Heel sad. Ik kan voor de rest geen kloot hiermee, hè? Nee. Ik heb ook geen andere metals, dus daar heb ik ook geen kloot aan. Oké. Okay. La di da, di da di da. Oeh, hij is snel. Maar hij is waarschijnlijk niet sterker dan mij, of wel? Mwah, valt mee. Valt nog mee. Koji gaat voor jou ook echt een probleem worden, denk ik. Oh, als ik al moeite heb met Wild Battles, ja. dan hoef ik niet na te gaan wie wel of geen probleem gaat worden, want alles is dan gewoon een probleem. Ja, precies. Ik doe mooi rustig aan, Milan. Ik ga mooi grinden. En wanneer ik denk van oké, okay, nu heb ik er vertrouwen in, wat waarschijnlijk nooit zal gaan komen, dan... Gaan wij... Dan one-hit KO je alles. Dan one-hit KO je alles. Precies. Dus daar gaan we mooi op wachten. Ik merk nu ook dat de experience niet genoeg is voor level up, dus... Ah. Nou ja. Ik hack gewoon even de game, zodat ik alle drie de meta forcing alvast kan krijgen. Nee. Kijk, en dat is het allerergste. Dat zou me niet een al te groot voordeel geven, denk ik. Nee. Want in het ergste geval zou ik dan iets kunnen one-shotten. Maar ja, als hij met twee keer goed hoeft te raken, ben ik gewoon rondjes aan het lopen. Ja, precies. Please, gebruik nou wapen wat hier wordt. Nee, jammer. Spijtig. Lol. Oké, okay, ik kom er nu ook achter dat die medals, zeg maar, ook... goed zijn voor een bepaalde type metabots, ja. zeg maar. Klopt, sommige medals zijn beter voor anderen, ja. Ja. Heb je dan al medals gekregen? Ik kan nu een tweede medal pakken, ja. Oké. Okay. Een tweede medal of ook al een tweede metabot? Nee, alleen een medal. Alleen een medal, oké. Okay. Pedal to the medal, oké. Okay. Precies. Nou, ik hoop even op een crit, kan ik deze ding nog verslaan? Nou, geen chain reaction. Hamertijd. Oké, okay. Die ook weer klaar. Even kijken, kan ik dubbele parts krijgen of niet?
Ja, je kan dubbele parts krijgen. Oké. Okay. Save. Doen we weer opnieuw. Gewoon dom doorgaan en gewoon blijven grinden. Ik denk dat dit ook gewoon de part voor mij wordt om te grinden. En volgende part ga ik wel proberen om de school in te gaan. Oké, ik laat het helemaal aan jou over wat voor jou het fijnst lijkt. Oh, het fijnst zou ik gewoon zeggen van oké, ik pak ook even de Metabi versie. Dat lijkt me het fijnst. Yeah. Maar ja, we hebben afgesproken Roku Show, dus ik ga kijken hoe ver ik kan komen met Roku Show. En wie weet, misschien is Roku Show zo meteen zo sterk dat als je één kapot maakt, dat ik alles door chain reactions ook kapot gaat. Ja. Wie weet! Ja, je gaat het bijna hopen. Nou ja, er moet toch ergens compensatie zijn voor het feit dat hij letterlijk geen andere mogelijkheden heeft. En zo weinig HP heeft. Ja. Ja, dat is het wel. Van weinig HP. En zelfs voor weinig HP vind ik dat hij dan niet zo heel veel damage doet. Mm-hmm. Hij kan er wel één stuk kapot maken, maar ja. Als je niet kan mikken waar je wil mikken, dan wordt het al een groot vraagteken. Ja, precies. Ja, ik heb nu weer dezelfde part gekregen als net. Hey, een male triplet. Je hebt nu een tweede metabot. Ja, volgens mij wel. Ja, voor mij is een triplet inderdaad zo'n ding. Ja. Nou, gefeliciteerd met je tweede metabot. Dankjewel. Dan moet ik kijken of ik er... Ik kan er alleen nog geen bouwen, omdat ik nog niet genoeg... niet voor elke ding een metapart heb, zeg maar. Ah, ja, oké. Ik begin nu al ook een beetje die stats te snappen, zeg maar. Dat je inderdaad, ik heb dan de bad metal gekozen. Dus ja. Ik moet straks iets van een air. Een air ding hebben. Dus, ja, je hebt air onderdelen nodig. Ja. En daar krijg ik dan synergy, zeg maar. Mm-hmm. Oh, dat is wel vet. Dat heb ik nooit gesnapt hoe dat werkte, zeg maar. Het probleem is wel dat ik nu ook al meteen tegen. Dingen moet met twee metabolts. Ja, ook meteen zo oneerlijk. Zo van, ja, maar ik heb er nog maar één. Ja, jammer dan. Yeah. Let's fight. Dan kan ik beter misschien alsnog de school ingaan om kijken dat ik in ieder geval voldoende parts heb voor de tweede metabot. Ja, want een van de voor mij common mensen hier heeft gewoon een flying bear. Dus. Oh ja. Dus die zou eventueel goed zijn, zeg maar. Ja. Gezondheid. Ik weet niet of het hoesten was of aan niezen. Dat was hoesten. Oké, okay, ja. Maakt niet uit. Nou, ook weer klaar. Kom op, geef me even gewoon een volledige metabot part. Dat zou ik op zich mooi vinden. De benen, nou ja. Ben je ook naar iedere fight aan het save of niet? Nou ja, ik ben zo dom om dat dus elke keer te vergeten. Oké. Okay. Ja, ik was even aan het kijken van, oké, hoeveel wins heb ik nu eigenlijk? Ja, 9 wins uit 10 battles. Ja, precies. En je battle die ik heb verloren is tegen Erika, dus maakt niet uit. Ja. Ik ben nu ook tegen Erika, alleen zij heeft dus nu opeens 2 metabots. En deze battle ga ik sowieso niet winnen. Mm-hmm. Ja. Het zwaard is gewoon niet sterk. Het kan critten, maar... Dat is letterlijk het enige voordeel daarvan. Maar ja, als mijn hamer kapot is, dan kan ik ook niet zo heel veel aan doen. Nee. Kom op, crit. Oké, okay, prima joh. Oké, okay, benen. Hoofd mag. Benen. Hoofd mag ook, maar dan moet hoofd niet kapot gaan. Hoofd ging inderdaad niet kapot.
Ja. Ik zou bijna zeggen, geef mij gewoon zometeen maar gewoon twee van die hamers, want dat tikt nog een keer aan. Mm-hmm. Want het zwaard doet 22. Dat heeft misschien wel een kans om te critten. Maar ja, als ik nu weer vast zit door het feit dat ik geen wapens meer heb, yeah. Ja. Ja, ik ben ook alweer dood, dus. Ja, schiet niet op. Ik ga nu ook dood, hoor. Nu ben ik... Is het door een random enemy, of is het gewoon echt een fight? Het is wel echt een fight. Ja, precies. Maar het is gewoon een random enemy. Die gewoon geluk heeft dat hij mijn hamer heel snel kapot kan maken. You've now Metapods assembled. Yay, je moet weer terug. Game over. Yay. Leuk. Sander, wij willen jou graag verzoeken. Maak maar een game over counter. Want dat is zometeen een part op zichzelf. Echt hoor. Ja, maar als ik al gewoon door random enemies neer word gehaald. Dan kan je ook echt afvragen van... Hoe goed is nou Rokusho eigenlijk? Ja, precies. Ja, want random enemies is wel tragisch, ja. Mm-hmm. Hey, kijk, dat vinden we fijn. Als we meteen één keer het hoofd kunnen raken, zonder al te veel moeite, gewoon niet focussen op de benen, armen of wat dan ook, gewoon direct het hoofd, klaar. Dat zijn altijd, is altijd wel lekker, ja. En dat je dan ook gewoon echt meteen in één keer kapot maakt. Ja. Dat schiet inderdaad wel op, ja. Ook een, ik kan ook een inderdaad worst gaan grinden, zodat ik die air beer kan krijgen. Ja. De in-game time is echt in-game time. Ja. Yeah. Dus stel ook niet mee wat ik voor de rest doe. Het is gewoon in-game time. Nee. Ja, het is echt wanneer de poppetjes lopen, zeg maar. Ja. Want het is altijd 40 seconden, alleen het is gewoon 40 seconden dat er niemand ergens op drukt, zeg maar. Mm-hmm. Nu ben ik wel benieuwd, zullen eigenlijk meer speedruns zijn van Metabots Metabee versie of Metabots Rokusho versie? Want ik weet waarschijnlijk het antwoord al. Ja. Dus, Nando, wanneer Rokusho versie speedrun? Oké, dat gaat mooi. Ik denk dat hij eerder weer XD, dat hij liever XD 100% gaat doen dan Rokusho. Yeah. Oké, daar gaan mijn benen, maakt niet uit. Nou, hopen dat we hier nog iets mee kunnen. Oké, nou ja, één keer nog de hamer, maar ik ben toch te traag, dus maakt niet uit. Please, niet mijn hamer. Niet je hamer. Natuurlijk mijn hamer. Dus ik moet weer teruglopen. Mis, ja, is kapot, ja. In deze tijd zou ik heel blij zijn als ik ook gewoon een damage ding kan gebruiken. Dan is de nauwkeurigheid maar iets lager, maar... Ja, precies. Want ik geef jou echt gelijk er wel in van, als deze games eerlijk zouden zijn, dan zou het alsnog kunnen zijn van, dan zou je toch de game moeten kunnen halen met alleen Rokusho. Ja, precies. Nou, weer een wilde battle verloren. Dat wordt nogal irritant. Nou ja, het is meer zo van dat ik afvraag van...
wat is de manier van spelen wat werkt? Want ik heb geen probleem als ik iedere keer scout moet doen. Dan duurt de fights maar iets langer. Maar, want dit is ook gewoon van... Ik verlies, ik krijg game over. Ik moet de game over weer opnieuw doen. Ik heb gewoon tijd verspild aan één fight die hoogstens misschien een minuut duurt. Ja. Maakt niet uit. Maar... Ik heb niet echt het gevoel dat ik echt aan het opschieten van ben. Nee. Want ik wil... Hoe weet je eigenlijk dat, even tussendoor, hoe weet je eigenlijk dat die beer een R... Kan je zien door het icoon. Als je de fight doet, zie, oh, ja, ik zie, zie het. Je rood ja, ja. En de beer is groen. Ja. Ja, inderdaad. Dus op die manier zag ik het ook, het symbool is ook anders. Nou, weet je wat, ik ga voor lol weer een oude tactiek doen van oké, scouten, dan de billen, dan fighten en kijken wat het doet. Ja, precies. Want het enige wat dit doet is success rate of attack improven, dus wie weet. Nou, het maakt dingen niet direct kapot, dus je bent gewoon iedere keer in beurt kwijt. Ja. En dat is juist zo zuur, dat je dan echt wel een hele beurt kwijt bent daarvoor. Ja, en nou ja, je weet het al, je hoeft maar te ademen op Rokusho. En ja. Hij breekt. Dus ja, het werkt waarschijnlijk wel tegen hele trage characters. Maar ik denk niet tegen characters die ook maar een beetje snelheid in zich hebben. Nee. Oh, maar, je, maar die berenhoofd waar jij het over had, die kan break. Dat is toch best een goede attack? Die kan dingen breken, ja. Je bent ook meteen een stuk trager. Dus ik word dan twee keer gehit voordat ik iets kan doen. Omdat hij trager is. Misschien anderhalf keer. Maar ja, en het is een handige ability om te hebben, die break. Maar laten we even heel eerlijk zijn. Niks is beter dan de verdomde hamer. Want de hamer kan gewoon 60 damage doen, denk je. Mm-hmm. 60 damage is echt veel hoor. Dat kunnen echt geen enkele van mijn dingen. Nee, dus... Ja. Hoe lang nog deze sessie? Nog 10 minuten. 10 minuten, oké. Okay. Dan farmen wij mooi door en gaan we de volgende aflevering eindelijk een keer proberen om progress te maken. Ja. Want ik zat dus eigenlijk letterlijk iets waar je nog niet in de game 10 minuten zit ik nu anderhalf uur. Ja, dat is wel echt heel heftig. En ik vraag me af hoe anderen dan dat doen, zeg maar. Nou ja, ik ben toch alleen maar wat fights aan het doen. Dus in dat opzicht zou ik even voor de lol kijken of ik iets kan vinden. Ja, ik laat even dat er iemand is van, oh, dit moet je doen. Dat is de perfecte tactic voor een Kusho in het begin van de game. Oké. Okay. Hamer werkt nog steeds. Okay. Metabot Rokusho. Ik zie Metabee. Eén persoon. Kijk, okay, twee personen die Rokusho hebben gedaan. Maar ja, ik weet niet of die personen dat hebben geëdit. Of die... Hoe bedoel je dat? Alle attempts eruit hebben geëdit. Ja. Want dat zou ook nog kunnen, hè? Ja, precies. Want ik zie geen speedrun van deze game voor Rokusho. Is waarschijnlijk wel als ik op zoek ga naar Rokusho speedrun. Echt naar tijden, zeg maar, ja. Maar... Ja. Nee, en die past ook zo Rokusho niet aan. Weet je wat, ik ga even kijken bij Koji. Die Koji fight. Ja, dan heb je alleen maar met rollenbanken te maken. Maar ja, dan maakt het niet uit hoe goed je dingen, je parts zijn. Daar kan je wel een ander hoofd gebruiken, want dan maakt je... Ja, nee, trouwens, hij kan wel aanvallen, bedenk ik nu. Hij kan wel aanvallen met de arm. Ja, okay. Dat maakt het wel uit. Nee, Rokusho past hij gewoon niet aan tot aan...
Nee, Rosso past die pas aan. letterlijk op de helft van de game. Oh. Dus er is een manier om Rokusho gewoon goed te gebruiken. Ik zuig gewoon. Ja, maar wat kan je anders doen dan dat je doet? Bidden tot God. Ja. Nou, als dat werkt. Ja, ik weet niet. Het zou zomaar eens kunnen dat dat werkt, maar... Ja. Anders heb ik geen idee. Maar ja, ik heb even gekeken tot aan... zijn Siri had 36 parts en part 12... gebruikt hij pas wat andere parts voor Rokusho. Nou ja. Ja. Ik denk niet dat wij al toegang hebben tot die parts. Dus, nee, dat denk ik ook niet. Dan weet ik mijn antwoord al. Dat wordt een beetje moeilijk. En daar gaat weer mijn hamer. Is mijn hamer eigenlijk gemaakt van plastic of papier mache? Want het heeft maar 20 HP, dus... 20 HP is zo'n bullshit ook. Ja. Ik zou het niet erg vinden als het 40 HP had. Of dat het een iets hogere defense stat zou hebben. Waardoor het... Waardoor je tenminste 2 hits nodig zou moeten hebben om het kapot te maken. Maar... Benen. Dank u. En had je de benen? Ja, ik kreeg de benen. En prima, doe maar Metaphors. Metaphors doet nog geen kloten. Dus charge maar gerust Metaphors tot 800%. Is dit een random battle? Het is nog steeds random battles. Zoals ik al zei, ik ben letterlijk random battles maar aan het doen. Nee. Om maar ik ben nu ook random battles aan het doen hoor. Maar voor jou in ieder geval snap ik het helemaal. Om maar wat levels te krijgen om mijn medals. Ja. Kijk, een crit is wel mooi, maar het had niet zo heel veel uitgemaakt, want er was ook zowat niks meer. Oké, laten we even kijken. 7. 7. Nou, ik zit al bijna op de 15 battles. Okay, ik ben geen tering opgeschoten, maar... Mm-hmm. Even kijken. Puur voor de details. Armor 50, armor 5. Nee, het hoofd heeft letterlijk de beste armor. Oké, prima. Het zwaard, ik verlies dan wel mijn ding. Ja, er komt niks in de buurt van mijn zwaard, de armor. Ja. Ja, ik hou nog op het zwaard. Maar zelfs de hamer. De enige die in de buurt komt met de hamer is die gigalaser van Hupplepup. Ja, van die... Maar ja, daar ben je weer een stuk trager. Ze geven ook niet aan wat de snelheid is, hè? Nee. Ja, van tevoren 7 en toch proberen. Kan je doen. Ja, hier maakt geen... Iets meer evasion. Nee, maar dit is schijnig. De evasion van deze is 32. Ik weet niet tot hoe hoog het kan gaan, maar 32 lijkt me wel aardig hoog. Mhm. Ik heb al zoveel fights gedaan, ik heb maar 2 keer misgekregen. Ik moet meer bidden. Ik moet echt meer bidden. Weet je wat, ik ben toch maar wat dingen aan het kijken. Dus weet je wat, we gaan even mooi op zoek naar ons antwoord van speedrun.com. Hoe lang duurt een speedrun van Rokusho? Ik zit alleen te kijken, hè, Jordi, want ik heb nu ik ben nu die berenparts aan het verzamelen. Alleen hij is op een of andere manier toch niet compatible met die bed, zeg maar. Oké, want is er dan nog iets speciaals aan die bed dan? Want het is een flying ding, dus... Ja. Ik niet helemaal snap. Ik ook niet. Oké, Metabots tegen Metabi. Oké. Er is geen run voor Rokusho. Nee. Dat is echt heftig.
Ja, weet je, ik zou zeggen van... Ja, nee, trouwens, ja. Ik ga gewoon door met Rokusho, hoor. Dat maakt me niet uit, okay. Maar... Het laat wel zien dat dit niet een verhaal is van... Oké, de ene game is iets moeilijker. En dan ook iets. Nee, dit is een verhaal van... Nee, je speelt Kaizo Emerald tegen Emerald. Yeah. Maar je mag niet 7 tussendoor en je bent altijd onderleveld. Nee. En daar gaat weer mijn hamer. Net wanneer ik mijn hamer heb gekozen. Nee. Oei. Mijn hoofd. Deel van mijn hoofd. Nee. Oké, ik kan al niet meer attacken. Loop maar door. Ik ben gewoon even in de school aan het rondlopen voor die beer. Ik heb nu 2 parts van die beer, dus... Goed bezig. Even kijken. Hoezo kan hij daar nou weer overheen springen? Wat is dit? Hij heeft gewoon hele sterke benen, Milan. Snap dat dan? Ja. Yeah. Bullshit. Nee, bullshit is dat ik weer een game over heb van een random battle. Dat is bullshit. Oké, dat is waar. Dat is bullshit, ja. Oké, Robo Battle, daar gaat mijn hoofd. Oh nee, game over. Yay. Leuk. Zorg jij nog TikTok video's? Ja. Oei. Oké. Laat maar raden, 1 minuut of zo? Ja, ik maak deze battle even af. Ja, oké, maar dan maak ik deze ook af en dan ga ik de school in. Ja, ik moet iets aan progress gaan maken, anders zit ik ook maar de hele tijd in de school. Mm-hmm. Maar dan kan ik ook wel heel lief vragen van, hey Milan, mag ik mijn Kuwagata medal naar level 99 brengen? Nou, lijkt me weer een beetje overdreven. Kijk, en ik wil bedanken voor het kijken van deze aflevering. Ik geef jouw argument, zo geef ik straks. Ja. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Vergeet zeker niet Jordi's kanaal te checken in de beschrijving. Dan zie ik je graag bij de volgende aflevering weer. Adios, amigos.